actieve carrière. Ja, die is voor het Nederlands team al vrij lang geweest. Debuut in 1998, een honkbalweek. Ja, eigenlijk sinds 2000 elk toernooi erbij geweest tot aan 2010. Vorige EK in Duitsland. Dus het is het 13 jaar Nederlands team ervaring. Dus genoeg internationale wedstrijden en toernooien gezien. Om in te kunnen schatten wat goed en wat slecht is. Ik registreer de wedstrijden ter voorbereiding op hoe Nederland moet spelen tegen de teams. Ja, ik registreer wat voor een bal gegooid wordt. Waar die gegooid wordt, dus binnen aan de buitenkant of hoog of laag. En uiteindelijk wat er gebeurt, of team slaat of team mist. Waar die hem naartoe slaat. Ik let op slagmensen. Wat zijn hun sterke punten? Waar moeten we ze niet gooien? En waar moeten ze wel gooien om ze uit te krijgen? Uiteraard natuurlijk de werpers, de potentiële werpers die tegen Nederland gooien. Hoe hard gooien ze? Waar gooien ze het liefst? Dus de werpers, de slagmensen. Maar ook hoe coacht de manager. Je moet absoluut voorbereid zijn op je tegenstander. Je moet niet verrast zijn. Tegen teams als Spanje en Italië zullen we ook zeker niet verrast worden. Maar ook dat is geen garantie, want van Tsjechen wisten we ook heel veel. Dat hadden we het gisteren toch ook moeite mee. Heb jij je werk niet goed gedaan? Zo kun je het noemen. Nee, ik denk dat we goed voorbereid waren, alleen dat we gedurende de wedstrijd moeite hadden om een aanpassing te maken.